McDonald's Suriname zet het ouderkamerproject voort. In een persbericht laat het fastfoodrestaurant weten dat ze vanaf 2005 ervoor zorgt dat ziekenhuizen in Suriname zijn voorzien van ouderkamers. In deze kamers overnachten ouders van zieke kinderen tussen 0 en 14 jaar. Sinds het project van start ging hebben 4500 ouders gebruik gemaakt van de ouderkamers in het diaconessenhuis en 650 ouders in het Slands Hospitaal. Beide ziekenhuizen boeken zeer goede resultaten hiermee, waardoor McDonald's Suriname zich aangespoord voelt door te gaan met dit project. Om dit project te laten slagen worden diverse fundraisingsactiviteiten in de restaurants gehouden. De binnengekomen donaties gaan naar Ronald McDonald Charity Fund, waar de ziekenhuizen gebruik van kunnen maken. Vandaag is ook de jaarlijkse McHappy Day van start gegaan. Deze duurt tot en met 10 november. Tijdens deze periode kunnen gasten automatisch doneren aan het ouderkamerproject door Big Macs, Chicken Macs of Happy Meals te kopen.